laatst sprak ook weer iemand over de boeken in Nederland. En dat... en wat die zei was... Nee, de boeken in Nederland worden alleen maar op papier uitgebracht. Ja. Omdat de uitgevers bang zijn dat er hetzelfde gebeurt als met de muziekindustrie. Ik dacht, hetzelfde gebeurt als met de muziekindustrie. Je bedoelt dat ze dat enorm ze succesvol worden? Meer en dat verdienen iedereen... dan ja. ooit. Dat willen de boekuitgevers niet. Wauw. Nee, dat moet getemperd worden, dat moet gecoördineerd worden. Nederlandse jongens. E-books, als je ze al kan krijgen, kan je alleen maar met DRM krijgen. Oh, jongens. En dat is wel mooi. In Amerika begint nu een kentering daarin te komen, waarin uitgevers inzien dat ze DRM-vrije boeken moeten gaan geven als ze onafhankelijk willen blijven van Amazon en Apple. Ja. Want op dit moment heeft Amazon zich in zo'n positie weten te manoeuvreren dat ze monopolist zijn. Dus je kan alleen maar bij Amazon boeken kopen, zo ongeveer. Ja. En, ik weet even niet meer hoe dat heet, dat is ook mono nog iets, dat zij de enige afnemer zijn. Ja. Dus en dat zij dus heel veel invloed hebben over hoeveel geld ze hebben, een precies. schrijver krijgt. Dus ze zijn nu, wat ze nu aan het doen zijn, is ze zijn door extreem lage prijzen zijn ze elke concurrent aan het weg concurreren. Dus ja. die kan gewoon niet meer er tegenop. Tja. Zodra ze dat voor elkaar hebben, zodat er geen concurrenten meer zijn die boeken verkopen, zijn ze de enige die boeken afnemen. En dan kunnen ze gaan eisen gaan stellen bij de uitgevers. Ja. En dat komt doordat zij een goed DRM-systeem aanboden. Iets waar wat de uitgevers eisten. Ze hebben het zichzelf in de voet geschoten, serieus. Ja. En ik denk ook want ik denk dat ze ook merken dat met de komst van wat andere devices, dat ze dan dat er mensen eigenlijk ook op al hun platformen willen ze al hun media kunnen bekijken. Ja. En dat kan met Amazon niet. Nou ja, wat Amazon wel doet, is dat ze Kindle-app zetten ze op zo ongeveer voor elk platform brengen ze die uit. Dat trouwens een briljante app is, hoor. Ja, tenminste, op een heleboel gebieden in elk geval. Amazon is aan de ene kant is het briljant en het is prettig voor mensen. Ik bedoel, het werkt super. Ja. Ik had laatst ik heb één boek gekocht ooit via Amazon. En dat las ik op mijn iPad. En toen zat ik in het vliegtuig. En toen ging ik verder lezen op mijn mobiel. Ja. En dat was gewoon gesynchroniseerd. Dat was... Maar je kan het niet delen. Je kan niet zeggen, briljante quote van de obscure meneer. Volgens mij kan dat wel. Ja, met de quote zelf erbij? En een link? Of niet? Nee? Nee, niet dat ik weet in elk geval. Ik wil dat heel vaak doen. Dus van, ben je iets aan het lezen? En, nou goed, ik heb een Kindle, dus ik lees dan ook zo... Oh, dit is briljant, dus dat highlight je dan. Maar ik heb nog geen mechanisme gevonden om ook echt de content en die briljante quote, om die te tweeten. Hier dus ingaan. Oh ja, dan terecht. Ja, dat kan trouwens wel met Readmill. Readmill, daar ben ik een grote fan van. Daar lees ik al mijn boeken in. Ja. Daar kan je inderdaad stukjes tekst highlighten. Daar kan je reacties bij zetten. Mm-hmm. Ik vind dat echt nuttig. Je kan mensen volgen via Readmill. Dus mensen die ook Readmill gebruiken, die kan je volgen als zij... bijvoorbeeld, mag ik hier wel in? Nee. Als ze interessante boeken een ommetje maken. Lezen. Hier kan je wel langs inderdaad. Hier? Ja. Ja, grappig. En dus als ik dan een boek aan het lezen ben, dan kan ik de reacties die andere mensen bij dat boek hebben geschreven, mm-hmm. kan ik lezen. Ja. Dat vind ik echt best wel een... Ja, dat is fijn ook dat voor lezen. Toevoeging. Ja, dat is ook fijn voor leesgroepen en zo. Ik weet dat had ik vroeger wel. Dan leende ik een papieren boek van wat mijn vader ooit gelezen had. Mijn vader, dat was echt zo'n... Iemand die schreef in de kantlijn, schreef hij opmerkingen. Ja. En dat vond ik altijd leerzaam. In ieder geval bij sommige boeken. Dan zet hij echt wel slimme dingen zet hij erin. Ja, ja. En wat ik echt zonde vind... Hij heeft dat waarschijnlijk bij honderden boeken gedaan... En wat er nu gebeurt bij Readmill is dat al mijn reacties, die worden ook weer bewaard. Oh, dus die zitten in een database. Ja, precies. Ja. Je kan ze publiceren op een Tumblr-blog of via Twitter. Och.
En wat daar dan ook weer grappig is, doordat je het kan publiceren, kan je het ook weer automatiseren, kan je het opslaan in een eigen database. En nou heb ik dus een database met quotes uit boeken, ja, en mijn mening daarbij. Oké, okay, ja, dat is wel... Ik vind dat nuttig. Ja, dat is zeker nuttig. Dat is heel erg nuttig. Stel dat je nou inderdaad in de educatie zit. Dan kan je... Je kan dat gewoon voor je studenten, kan je dat klaarleggen. Oh. Ja, en het had... Ik had het nuttig gevonden als die... Of het zou voor heel veel mensen nuttig zijn geweest. Als mijn vader, als al die... Ja. Scribbeltjes van mijn vader, als die... Ik had hier helemaal niet mogen rijden, volgens mij. Hè? Oh, nee. Hm. Nou ja. Nou ja, het ziet er wel goed uit. Ja. Stukje Savati, of sorry, Tapeterstraat. Ja. Als, als al die dingetjes van mijn vader, als die verzameld waren, dat gaat nu natuurlijk nooit gebeuren. Nee. Maar dat zou echt wel een waardevolle bron van kennis zijn geweest. Dat wel leuk. Ja, al was het maar als een soort van archief. Ja. Of iets doorzoekbaars. Ja, precies. Eigenlijk alles. Wat was dat ene tip ook alweer waar hij het over had? En dat is ook iets wat ik.